Wil jij graag starten met vrijstructuur, maar heb jij geen idee hoe je start? In deze video ga ik het je uitleggen, dus blijf zeker kijken. Zoals ik zei, we gaan in deze video dus aan de gang met hoe start je met vrijstructuur. Alle stappen die ik vandaag met je ga bespreken, daar heb ik al video's over gemaakt. Die kan je op mijn kanaal terugvinden, maar die zetten we natuurlijk ook even hier beneden in de beschrijving, zodat je alle linkjes bij elkaar hebt. Wat je nodig hebt om te starten met vrijstructuur, dat is natuurlijk een paard. Een klikker. Je kan uiteindelijk ook werken met een woordje of met een geluidje. Een zweepje is heel fijn als verlengde van je arm. Ik weet dat er ook mensen zijn die liever zonder werken. Maar ik ben er een groot voorstander van om met zweep te werken. En of een omheinde ruimte waar je paard los in kan lopen. Of een halster en een touw om je paard even bij je te houden. En natuurlijk voer. Kijk, mijn paard denkt meteen ja! Allereerste oefening waar ik mee aan de gang ga altijd, dat is het wachten met eten. Ik werk overigens met de klikker en met beloning. Klikker helpt je bij het correct omgaan met voer. Het belonen zorgt dat je paard ook los in vrijheid graag mee samen wil werken. Je moet dus eigenlijk altijd belonen met iets waar je paard blij van wordt. En ja, gewone brokjes, daar worden die van mij zeker blij van. Je denkt misschien van niet omdat hij ze niet pakt, maar hij pakt ze niet omdat hij dat niet mag. Ik vind een stukje beleefdheid en een stukje rust om het eten heel belangrijk. Dus alleen maar als ik het zeg, mag hij ze pakken. Als ik het niet zeg, mag hij ze ook niet pakken. Wanneer zeg ik het? Nou, wanneer ik klik. Kijk, dan zie je dat hij direct reageert en weet, nu mag het wel. De tweede oefening die ik alle paarden altijd leer bij het beginnen met vrijstructuur is de target oefening. Waarom? Nou, ze hebben natuurlijk eerst geleerd dat ze dus van het voer af moeten blijven en dus even moeten wachten. En dat ze dan vanzelf een klik krijgen. De target die helpt mee om zo'n paard te leren van, hé, als ik er iets voor doe, dan krijg ik een beloning. Dus ik kan jou zover krijgen om mij koekjes te geven. Nou, dat probeert mijn paard dus nu ook al. Target doe ik het liefst op een voorwerp. Want ik heb ze natuurlijk net geleerd om van me af te blijven. Om ze dan meteen te zeggen van, nou, kom me nu maar weer aanraken. Dat vind ik voor het paard gewoon een beetje verwarrend. Dus gebruik ik graag een voorwerp. Wat dat is, maakt echt helemaal niks uit. Ik heb nu een balletje, maar het mag alles zijn. Het makkelijkste is als je iets hebt wat je makkelijk kan vasthouden. Daarom gebruik ik altijd graag ook een deksel. Nee, je ziet dat je vader al meteen interesse heeft. Nou, daar heeft hij gelijk in. Want dit is natuurlijk gewoon de hele oefening. Targeten betekent raak hem aan. En het leuke is als je paard dit goed kan. Nou, hij moet even zijn koekje opeten. Dan maakt het eigenlijk niet uit waar je hem houdt. Dan raakt hij hem overal aan. Goed zo. Kijk, je ziet dat hij hem eigenlijk gewoon meteen ook opzoekt. Als hij zijn koekje opgegeten heeft. Target oefening is een echte basisoefening. En het leuke van target is dat je inderdaad daar ook echt weer nieuwe oefeningen mee aan kan leren. Zoals inderdaad bijvoorbeeld het apporteren. Dankjewel. En dingen als bijvoorbeeld kusjes geven. Is ook eigenlijk allemaal gewoon targeten. En wat heel fijn is, is je kan je paard er eigenlijk altijd mee roepen. Dus even terug. Kom maar. En dan is dit dus weer targeten. De derde oefening waar ik in eigenlijk in eerste les altijd mee aan de gang ga, dus wat voor mij echt basisvrijstructuur is, is het optillen van voeten. Want als je de controle hebt over de voeten, dan kan je van daaruit ook weer naar heel veel oefeningen toe. Hierbij combineer ik altijd een beetje druk met de klikker. Daar moet je wel altijd heel voorzichtig mee zijn. Je kan het ook zonder druk doen. Ja goed, ik heb het al gezegd, je hebt de video's in de beschrijving hieronder. Daarin geef ik ook een uitleg over hoe je zonder druk kan werken. Maar ik laat het hier even zien met druk, vooral omdat mijn paarden het ook op die manier geleerd hebben. Ja, mooier vent. En nou doet je vader al meteen een hele mooie jambet. Hij doet er ook enorm hard zijn best op. Maar zo begin je natuurlijk niet, hè. Een klein voetje gewoon even snel optillen. Dat is waar je begint. En uiteindelijk ga je daar dit van maken. En zoals ik al zei, bedoel, dit is natuurlijk een opmars naar heel veel andere oefeningen toe. Zoals inderdaad de jambet. Maar ook bijvoorbeeld de Spaanse pas. Goed zo. Spaanse pas. Maar ook bijvoorbeeld... Ik moet misschien een klein beetje bij de camera vandaan. Getuig. Dit zijn de drie basisstappen vrijstructuur. Dus hier kan je mee starten op het moment dat je met vrijstructuur wil gaan beginnen. Als je meer uitleg wil over deze oefeningen, dan zoals ik al zei, kijk in de beschrijving. Daar staan allerlei video's die je meer informatie geven. En als je op de hoogte wilt blijven van alle video's die we nog gaan maken, dan zeker abonneren. Dat is geheel gratis en je zit nergens aan vast. Dankjewel voor het kijken en zeker even liken. Tot de volgende keer. Doei! Grasjes eten!